Ja, Oskar Aktas, 0-1 nederlaag tegen Cambuur, eerste wedstrijd. Was dit niet een typische 0-0 wedstrijd en een gelijkspel verdiend geweest? Naar mijn mening wel. Ik vond dat het gelijkwaardig was. Dus het puntje was verdiend, zeker. Ja. En waarom dan toch die nederlaag? Wat kwam dat door volgens jou? Eén moment dat we die goal makkelijk weggeven. Maar verder komen we eigenlijk helemaal niet in de problemen. Ook niet echt qua kans die zij creëren, hebben ze niet echt gedaan. Misschien de eerste helft wat een beetje gevaarlijk geworden door ons eigen slordige balverlies. Maar over het algemeen stond het goed bij ons. Weinig weggegeven. We hadden wel meer kunnen creëren qua grote kansen. Maar jammer dat we hier geen puntje pakken. Maar ik denk wel dat dit een van de betere ploegen in de KKD is waar je vandaag tegen gespeeld hebt. Dat denk ik ook wel. Maar ik moet zeggen dat het vandaag gelijkwaardig was, vind ik. Dus, hier moeten we door opbouwen. Zijn dat de positieve punten die je dan wel meeneemt naar volgende weken? Zeker. Dat nemen we zeker mee. Nog misschien de laatste fase, wat ik zeg, laatste paas. Dat moeten we beter doen. Maar ja, Daar gaan we op trainen en dan hopelijk volgende wedstrijd gaan we dat laten zien. Nou, laatste fase nog wat opportunistisch. Kregen we met een kopkans hier? Zag je hem er al in gaan of ging het toch wel wat verder naast? Ja, ik zag hem er nog niet in gaan, maar het was wel een mogelijkheid om erin te koppen, maar niet gelukt. Mocht niet zo zijn. Dankjewel. Inderdaad, graag gedaan.